spiegeltje aan de wand. Hier zit de leegte van de stad. Het is middernacht. Op de open plek in het bos komen heksen en tovenaars bij elkaar. Ze zullen beslissen of ze een nieuw lid in het huis zullen opnemen. Een jonge leeuwenheks. En deze jonge dame is al heel bijzonder. Niemand, ik ben alweer de eerste, zoals gewoonlijk. Ha, Krokko, je bent er al. Je komt van zo ver. En toch kom je nooit een seconde te laat. Hoe doe je dat toch? Ik reis altijd mee in een koffer van een rijke zakenman. Ik ruik tussen zijn hemden en het is in orde. Want zakenlui komen nooit te laat, dat is geweten. Zeg, Krokko, neemt u niets aan mij? O ja, hoor. Die jurk is echt prachtig gescheurd en dat spinnen wat in je hartstikke veel. Dankjewel, echt cool, hè? Ha, Luna en Krokko. Hoe gaat het? Wat een mooie nacht, nietwaar? Eider, misses en dochters. Echt perfect. Echt ideaal voor onze verjaardag. Wauw, Makka. Wat een prachtige haren. Je puist heb je daar op de kin. Hoe doe je dat toch? Doe je dat vanzelf? Toe, vertel me. Nee hoor, dat is mijn kleine eindje. Dat vertel ik aan niemand. Natuurlijk niet. Ik vertel de olie toe en ik kan me laten zien. Wat is dat dan? Wat zijn we weer sympathiek vanavond? Hallo, hallo, we zijn nog niet laat. Nee hoor, Melissa is er wel nog niet. Ach, je kent haar, laat graag zitten. Dat is waar. Zeg, hoe gaat het met jullie? Daar, hoop ik. Maar Peter, wat zie je? Je laatste haartjes. Vers, je had er maar drie mee. En nu zijn ze weg. Weggevlogen bij de kapper, al bij het overslag. Ik had zin in een ander spel. Ach, jij ook? Ik ben het heel slecht. Ja, dat vind ik ook. Ik ben voor de totale verandering gegaan. Mijn ketel is net zo rap als mijn gestalde boog. Heel goed, dat nieuwe uiterlijk. Ik heb ook eens al gezien. Een dikke van terug doen. Dat iedereen zijn die samen om een belangrijke beslissing te nemen. Een jonge leerling heeft de lid worden van ons gezelschap, terwijl dat ze haar het vak leren. Maar er is één probleem, ze lijkt niet op ons. Ze lijkt helemaal niet op ons. Kunnen wij onze kennis delen met iemand die zo anders is? Dat is de vraag dat ze hebben van volgende tijd. Pas op, daar is ze. Goedemiddag. Slechte nacht, bedoel ik. Bij de zwarte kalabas, wat is me dat zeg? Alle duivels met moeten we even toch? Kijk naar dat haar, zo mooi, zo blond en zo gepild. Dat lijkt wel een engel. En die huid, zo gaaf, zo zacht. Keer een bolletje buiten ziek. Echt lelijk. Er stroomt geen drabbel van een in haar bloed, dat zie je zo. Dat is nog duidelijk als de pukkel op de kern van maken. Zeg, vergelijk me niet met haar, alsjeblieft. Kom, kom, vrienden. Hertentoon naar Bezig en Kwaamheesten. Laat onze kandidaten zichzelf voorstellen. Hallo, ik heet Diesje. Ik zou graag heks worden. Ik wil kunnen toveren, zoals jullie. Maar we willen jou niet. Je bent aan het verkeerde adres, meisje. Je moet bij de goede vrienden zijn. Ja, met al duidelijk. Kruip weer aan je naast, Diesje. Ja, maar jullie kennen me toch niet? Hoe kunnen jullie nu oordelen zonder me te kennen? Dat is niet eerlijk. Laat me tenminste iets zeggen. En waarover wil je het dan hebben? Over je mooie blauwe oog? Of over je leugtoe neusje? Wel, vraag niet. Vraag me al wat jullie willen. Ik zal op al jullie vragen antwoorden. Ik eerst, ik ga het nu ook op. Nee, echt, echt eerst. En waarom wil ik dan eerlijk op? Daarom wil ik hem ook. Vrienden, heel liefde. Waarom wil je het worden? Ik wil toverkunst eruit halen, toverlankjes bereiden en op een leven dienen. Net zoals jullie. Allemaal goed en wel, maar daar moet je talent voor hebben. Maar ik heb talent, ik weet het zeker. Ik zou jullie... Nu is het aan mij. Oké, stel je vraag, Pedro. Wat is dat precies? Een heks. Waar dient dat voor? Lastig vraagje. Maar nee, het is een makkie. Een heks dient om mensen bang te maken. Juist! Yes. En denk je dat je ons bang kunt maken? Maak ons bang, hij bent geslaagd. Akkoord. Ik zal nu een toverformule uitspreken. En dan zullen alle meisjes onder jullie veranderen in mooie prinsessen. En alle jongens in knappe prinsen. Nee, wonderbaar. De meisjes zullen roze jurken dragen. En linten in hun blonde haartje. Nee, alsjeblieft niet. Geen roze jurken. Geen linten. Geen blonde haartjes. De jongens krijgen een parelwitte glimlach.
blauwe broekkousen en een wit paard. Nee, nee, ruwe brrr. En jullie krijgen er allemaal een romantische kus bij. Nee, nee, walder, ba, ba. Een kus, ik krijg er al een helling van. Ik moet er overheen. Ik word gek. Oh, mijn hart. Nee, zeg eens, heb ik jullie bang gemaakt? Ja? Nee, ik denk het wel, meisje. Ik denk dat je talent hebt voor hen. Wat denken jullie?